Danny Christian, goedemorgen. Hallo. Met Wil van Del van het programma Dels Blauw. Hey, dag Wil, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u? Ja, redelijk. De zon schijnt en het werk begint weer. Wat dat betreft zijn we goed bezig. Ja. Welkom hier in het programma, Danny. Mijn eerste vraag is natuurlijk een brandende vraag van mezelf. Hoe lang zit jij nu eigenlijk in het artiestenvak? Oei, dat is al een paar maanden. Mijn eerste platencontract heb ik ondertekend in augustus 1973. Ja. Dus dat zijn er 49 jaar. 49 jaar, bijna 50. Ja, volgend jaar is het 50 jaar. Dat is toch een behoorlijke tijd. Ik voel me niet eens 50, maar het is wel de waarheid. Dus wat dat betreft, ja. Ja, en dat is toch, als je in heel die 50 jaar, is het toch heel wat gebeurd. Tenminste, met jou als persoon. Hè? Want ja, het is allemaal begonnen met de Marsipani. Nou, laat ik het zo zeggen. De Marsipani is natuurlijk wel een wegbegeleider van mij geweest. Sinds 1978, want toen kwam de plaat uit. Ja. En dat is natuurlijk net als met Rosamunde of Bessame Mucho of noem zoveel andere van mij die in de top 10 stonden, in de top 40. Dan heb je gewoon een aantal visitekaartjes op je naam staan waar je heel erg trots op moet zijn. En het gekke is alleen met dit soort liedjes, de jeugd van tegenwoordig, als ik nummers als Zaterdagavond of Bessame Mucho, Rosamunde of de Marsipani, hoef ik alleen maar beginnen even in één zin te zingen, dan zingt die jeugd de hele tekst door. Dus, en die hebben die tijd niet meegemaakt. Dus dat zijn liedjes die blijven. En daar ben je natuurlijk apen trots op. Ja, dan heb je toch... ik pak er zomaar een paar dingen uit van jouw leven. In 1981 kwam het aanbod van de KRO om een eigen tv-show te doen. De KRO Muziekparade. Dat klopt. Dat was voor mij de eerste keer om een programma te presenteren. En toen in die tijd was Harry Thomas, de meesten kennen hem niet meer, dat is de man die het Slagerfestival in het leven heeft geroepen. Die was mijn manager en een hele goede vriend. En hij liep sowieso al met de gedachte dat ik de presentatie van het Slagerfestival zou overnemen. En dat vond hij een hele goede, zeg maar, starter om aan presentatie te wennen. Ja, en wat er van is gekomen, dat weten we allemaal, dat is geschiedenis. Dus ik heb meer dan 20 jaar lang het Slagerfestival gepresenteerd en aan het einde ook geproduceerd. En je leert heel veel van presenteren, ook voor je normale optredens in het land, want je hebt veel meer contact met de mensen tijdens je praat. Ja. Is het dat toen de tijd hadden we altijd de slager? De slager die heeft toch ook in de jaren 70 ontzettend goed gedaan in de Nederlandse hitparades. Wat is er mis met de slager dat we tegenwoordig zo weinig meer zien in Nederland of horen, wou ik zeggen? Nou, laat ik het anders formuleren. De slager leeft in Nederland en ook in België heel erg sterk. Alleen, de Nederlandse platenindustrie, die met Nederlandstalige liedjes te maken heeft, die zitten dus de halve dag te kijken naar de Duitse liedjes en te luisteren wat aan slager is. En dan hoor je die liedjes heel snel in het Nederlands door een andere artiest gezongen. En dan heeft de Duitse versie natuurlijk geen kans meer, want Duitse muziek wordt in Nederland niet zoveel gedraaid, in het oosten van het land wel. Daar worden de originele artiesten gedraaid, maar over de grenzen heen hoor je de liedjes allemaal dezelfde melodieën en vaak ook dezelfde teksten, alleen vertaald in het Nederlands. Ja. Je hebt ooit een goede relatie gehad met Harry Thomas, de grote man achter het Slagerfestival. Hij was jarenlang mijn beste vriend en ook mijn manager. Ja. En hij is in 1991 helaas overleden. Maar zijn spirit die leeft natuurlijk nog steeds, want ik heb heel veel van hem kunnen leren. Ja, en wat is toch dat jij nog steeds, Danny, wat mij verbaast als je jouw naam laat vallen, nog steeds een grote achterban hebt? Nou ja, kijk, dat ligt natuurlijk ook daarom dat ik nog steeds in de, ja, tussen de topartiesten meedraai, al die jaren. Dat komt natuurlijk door dingen die ik gedaan heb, ook in de afgelopen jaren. Bijna 10 jaar geleden, Ali B op volle toeren, had ik een dikke vette hit mee in de top 10. Dan in 2017 mocht ik meedoen aan de beste zangers van Nederland. Ja. En heb daar een hele goede visitekaart kunnen achterlaten. Kon ik lekker uit mijn comfortzone gaan. De mensen komen bij optredens naar me toe en praten er nog over en willen de liedjes horen die daar bezongen. Deels doe ik dat ook.
En dan heb ik meegespeeld in een speelfilm Ron Goossens van The New Kids. Ja. Nou, daar had ik een hoofdrol in, wat ook een aantal weken in de, op nummer 1 stond van de bioscooplijst in Nederland en in België. En zelfs in Duitsland gedraaid is. Dus wat dat betreft, ik ben actueel, ik ben altijd up-to-date gebleven en heb successen gehad. Dus vandaar dat, ja, als je dan zo lang erin zit, dan merk je zelf niet meer dat je inmiddels toch al een paar jaar ouder bent geworden. Ja. Dat is dan heel raar, dat ik denk, hoe lang is dit geleden? En dan denk ik, dan besef ik pas, ben ik toch een oude zak geworden. Helder respect van dien. Dan ooit de samenwerking met België, met Mieke, Michel Mara, Freddy Breck, Roy Black. Dat was ook een populaire tijd, hè, dat jullie als trio, als nummers opnamen, of niet? Ja, we hebben toen in die tijd, dat was in de periode ook van Harry Tomanoff. En toen hebben Roy Black en ik een nummer 1 in Nederland gescoord. Met het nummer Slager Festival, met allemaal liedjes van hem en mij als medley. En met Freddy Breck een aantal hits gehad, met Mieke grote hits gehad, zoals Zaterdagavond en Een Avond om Nooit te Vergeten. En ja, helaas is Roy Black er niet meer en Freddy Breck ook niet en ook Chris Roberts niet. Maar ik heb met heel veel collega's, ook Rex Wildo, duetten opgenomen en gescoord. En het was gewoon zo dat we een soort slagerfamilie waren. In de tijd werd er geproduceerd bij Ad Kramer in de studio. Dat waren gouden tijden, kun je zeggen. Toen hadden we heel wat mini-specials op de televisie, in opvolle toeren en ook specials zo bij de Tros. Dus het waren hele mooie tijden. We konden combineren en gewoon lekker met elkaar omgaan. Het waren allemaal hele goede vrienden. Ja. En de Tros, die heeft toch voor jou toch ook een bepaalde... De Tros was een omroep, hè? Want die was toch ook... Daar waren je veel te zien bij de Tros, of niet? Ja, natuurlijk. En nog steeds. Kijk, Beste Zangers is ook bij de Tros. Ja. En de muziek van Vijf tot het Plein is ook bij de Tros. Het zijn allemaal programma's waar ik toch regelmatig in te gast ben geweest. En, Dus je moet natuurlijk altijd aan de weg blijven timmeren. En als je de studio ingaat, dan ga je natuurlijk altijd met je hart en met je ziel een nummer opnemen wat je of zelf hebt geschreven, of waar je de tekst hebt geschreven. Samen met Edwin van Oevelaak, mijn producer sinds 20 jaar al. Een fantastische vriend en een hele goede producer, met een fantastische studio ook in Holten. Kijk, daar zit ik ook als platenmaatschappij bij Hollywood Records. Dat is van Oevelaak Entertainment Group. Ja. Nou ja, dat zijn de dingen die je dan vormen ook. En die mensen die het goed met je menen en die je goed begeleiden. En dat is hetgene wat vaak bij een jonge artiest niet meer goed gebeurt. Dat die heel goed begeleid wordt ook door vakmensen. Dus af en toe lukt dat, zoals met Ray Hazes. We weten allemaal wat die scoort. En dat zijn fantastische tijden dan. Dus, en dat gun ik hem vanuit, een goed artiest. Ja. 2011 komt er toch een bijzonder moment voor jou. Dan werd je door de Duitse bondspresident Christiane Wulff uitgenodigd voor een staatsbanket met de toenmalige koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander. Ja, ik heb toen het koninklijke gezin mogen leren kennen ook Maxima aanwezig. En ik werd voorgesteld en achteraf werd er nog een beetje met elkaar gepraat. Waarover we hebben gepraat, dat blijft altijd mijn geheim. Het enige wat ik kan zeggen is dat het een zeer integere vrouw was, of is onze toenmalige koningin en ook haar zoon, Willem-Alexander, een ontzettend aardig mens ook. Dus wat dat betreft, ja, ik heb ervan genoten en het was voor mij een hele bijzondere ervaring en eer ook. Ja. Ik weet niet of dat ik de vraag mag stellen, maar sinds kort is jouw echtgenoot overleden. Mag ik die vraag stellen of niet? Ja, kijk, natuurlijk, dit is het belangrijkste wat in mijn leven heeft plaatsgevonden. Het verlies nu van mijn geliefde vrouw. Maar ik heb het grote geluk dat wij gelovig zijn en dat al vele, vele jaren. Dat was eigenlijk altijd aanwezig bij ons. We zijn niet de grootste kerkgangers. Nee. Ik geloof in het huis van God, maar ik vind gedeeltelijk zijn bodempersoneel niet goed. Maar voor de rest is mijn geloof heel sterk. En die heeft mijn vrouw ons liefdevol, onopdringerig voorgeleefd. En ze is bij ons. En wij weten dat we elkaar beslist weer zullen zien en zullen verenigen. Ja. Jij geniet nog steeds, ook ondanks van jouw kinderen, jouw kleinkinderen. Want ik zie de namen Myla en Nelia. Dat klopt. We komen vrijdag
aanstaande vrijdag komen ze allebei weer hier overnachten bij ons. En mijn zoon die is op dit moment woont hij ook weer hier. Ja. En wat ik heel erg lief vind en wat heel goed en fijn voor me is. Maar ze komen dan hier overnachten, blijven een nachtje. Dan gaan we leuke dingen doen en we zien elkaar regelmatig en doen veel samen. Dus dat gaat hartstikke goed. Ik ben heel erg trots zo'n fijn gezin te hebben. Wie heeft de tekst geschreven van we zullen ooit weer samen zijn? Daar is onlangs de videoclip online gekomen. Ik heb veel reacties van luisteraars binnengekregen die met alle respect van dien zich daarin herkennen in die tekst. Die zich daarin wat? In herkennen in die tekst. Die zich daarin herkennen. Kijk, dat vind ik heel erg fijn dat hij dat zegt. Ja. Want ik heb de tekst zelf geschreven. Het is compleet mijn tekst. Maar alleen, ik kon hem niet goed in rijmvorm brengen. Mijn manager Gerard Baars, wat daarbij ook nog een keer een hele goede vriend van mij is, die heeft voor mij, die voelt mij aan. En ik heb hem gevraagd, Gerard, ik kom niet verder, want ik kan het niet in rijmvorm brengen. Altijd als ik dat probeer, dan moet ik concessies maken in mijn inhoud van de tekst. Mm-hmm. En toen heeft hij zich daarover gebuigd en heeft het fantastisch voor elkaar gekregen. Het liedje precies de inhoud te geven in die tekst, zoals ik hem had geschreven. En dus dat is een samenwerking, maar de ziel van mij zit daarin. En dat is het allerbelangrijkste, dat komt uit mijn hart. En ik vind het alleen maar fijn. Kijk, ik wil niemand proberen te bekeren naar de geloof toe. Alleen, ik weet dat heel veel mensen dat zijn. En ik kan me voorstellen dat het voor een behoorlijk aantal mensen een troost kan zijn om deze tekst te horen en te zien, ze zijn niet alleen. En dat is iets wat ik wil bereiken en wat ik hoop te bereiken. En als jij dan zegt dat je die reacties krijgt, dan ben ik daar dankbaar voor. Ja, die komen echt binnen. Elke keer als ik dat nummer draai, dan komen daar reacties op binnen. En ja, al respect van dien, nogmaals, in dit nummer laat je toch een soort, vind ik persoonlijk, een boodschap van jezelf aan iedereen, hoe je samen was met je vrouw. Ik laat een boodschap achter, ja, dat klopt. En dat is heel erg belangrijk en zo voel ik het ook. Je krijgt in feite over mijn geloof elke vraag beantwoord als je heel goed naar de tekst luistert. Ja. Nu, Danny, is dat een, die leegte nu, hoe ga je daarmee om nu? Nou ja, ik voel haar bij me. En ja. Dat helpt mij zeer. Dat maakt mij sterk. Ik krijg de kracht gestuurd die ik nodig heb. En dat is, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Je krijgt zo'n soort deemoedige dankbaarheid. En die maakt ook weer gelukkig. Dus ik heb mijn leven weer opgevat. Ik doe normale dingen. Ik ben het weekend met een paar vrienden op een motortour geweest. Door Noord-Duitsland, aan de kust, naar Hamburg en weet ik veel. Ja. En ik kan ook weer lachen. Ik voel Roswitha bij me. En dit geeft mij kracht. En mijn geloof geeft mij kracht. En daardoor kan ik ook weer heel normaal leven en lachen en genieten van het leven. Maar ik heb natuurlijk ook een rouwproces. Het is op een paar dagen precies 10 maanden geleden. Ja. Het lijkt alsof het pas 2 maanden geleden is, maar het is 10 maanden geleden. En ik huil ook regelmatig. En als het me overkomt, dan maakt het me ook niet uit wie bij me is. Dan gebeurt dat gewoon. Mijn vrouw die heeft vele jaren vrijwillig voor treurende kinderen en jeugdigen gewerkt. In een vereniging die heet Troostrijk, in het Duits Troostrijk. Mm-hmm. En daar heeft de ouders en de kinderen groepen mee gehad. En heeft dat met heel veel liefde ongeveer 15 jaar lang gedaan, tot aan het einde toe. En ze missen haar daar stellig. Ja. Nou, dan leer je natuurlijk ook, als je dit meemaakt. En ze brengt natuurlijk ook, bracht altijd die dingen mee naar huis. En we hebben heel veel daarover gepraat. En dan weet je wat het rouwproces betekent, hoe belangrijk het is dat je dat kunt doen. En dat je ook je gevoelens toelaat en je leven weer opraapt en opnieuw ordent. En dit soort mensen zijn toch blijven altijd bij je. De liefde is iets wat niet kapot gaat. Wat is er toch mis mee als je huilt? Je bent toch ook maar een mens? Je bent toch niet anders dan anders? Ja, daarom. Daarom, maar het is heel vaak zo dat heel veel mensen om je heen verwachten na 10 maanden dat je weer normaal en heel goed gesteld zoals altijd door de buurt loopt en doet alsof niks aan de hand was. Nee. Dat is helaas niet het geval en dat is maar goed ook. Want als je van iemand zielsveel hebt gehouden, ja, dan is dat iets wat
niet in 10 maanden verwerkt wordt. Want het gemis van het stoffelijke, van de 100 kusjes per dag die je langs het heen lopen, langs elkaar heen lopen, heb gegeven bij de beroering en aanraking. We hebben in de coronatijd hebben we allemaal dingen meegemaakt. Wat een gemis het is als je niemand meer mag een hand geven, niemand meer mag omhelzen. Dat is dan in het klein, hebben die mensen de ervaring gemaakt wat het betekent als je een geliefde persoon moet missen. En met corona hebben heel veel mensen geliefde mensen moeten gaan missen. En ze mochten ze niet eens meer op visite zien. Dus ze konden niet eens afscheid nemen. Dus dat zijn dingen die blijven in je geheugen gegriefd en ook in je hart en in je ziel. Dus wat dat betreft zijn er zat mensen die die met deze situatie zitten. Oké. Ik ga de eerste vraag. Ik vond toch heel tenminste leuk dat je vanmorgen live hier bij ons in de uitzending was, Danny. En ook mooi dat je je verhaal verteld hebt. Nou, heel erg graag gedaan. En ik vond het ook een heel goed gesprek met jou. Dus dat kunnen we graag een keer ooit weer doen. Ja, dat gaan we zeggen. Maar is het goed als we de singer draaien? We zullen ooit weer samen zijn. Wil je die zelf aankondigen? Dat wil ik best wel doen. Nou, allereerst bedankt voor het fijne gesprek. Met hartelijke groeten aan alle luisteraars die dit nu hebben gehoord. Ik hoop dat jullie daar iets konden meenemen uit. En mijn nieuw liedje, waar geen commerciële waarde van mij achter zit. Alleen maar een boodschap misschien, die een paar van jullie goed doet. We zullen ooit weer samen zijn. Nogmaals een fijne maandag en wie weet tot de volgende keer. Bedankt. Groetjes. Yo, doei doei. Doei. Mis je nog het meest, steeds als ik wakker word. Want als ik slaap, dan zijn we altijd bij elkaar. Mijn dromen zijn zo mooi, nu jij er niet meer bent. Je neemt me mee naar plaatsen die ik nog niet ken. Ik mis je, nu je niet meer in de keuken staat. En ook niet in de tuin meer tegen bloemen praat. Ook een enkel kusje stelen is er niet meer bij. Ik ben nu alleen en kan er niet meer.